Christus de afschaffing van religie. En in de afgelopen week zijn we begonnen met dat Christus het kantelpunt is in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis, maar ook in hoe wij mensen God kunnen kennen. En dat alles voor die tijd waren schaduwen en was tasten en was donker. Maar dat wij nu Christus opgestaan is uit de doden, de werkelijkheid hebben. Ons geloof is niet gefocust alleen op het kruis, maar is juist gefocust op de periode na het kruis. Want wij geloven in de opgestane Christus, want dat maakt het verschil in ons leven. En we hebben gezien zo in de afgelopen weken dat we hebben eerst een spoor van de heidenen gepakt, hoe Paulus het evangelie begon te verkondigen. Paulus die roemt in de inzichten en in de geheimenissen van Christus en de openbaring van Christus. Hoe hij zegt van, weet je, de heidenen hebben getast naar God. God heeft ze gemaakt, de naties, de volken, de stammen, de talen, opdat ze al tastende hem zouden zoeken. Met andere woorden, als je tast, dan wandel je in het duister. We moeten beseffen, religie, rituelen, regels, verplichtingen is duisternis. En de heidenen die tasten in het duister, maar ze hebben iets getast van de werkelijkheid. En Paulus citeert het ook. Jullie hebben ontdekt, zegt hij, en jullie weten dat jullie de zonen en de dochters van God zijn. Ieder mens in dit huis, of je nu in God gelooft of niet gelooft, je bent een zoon en je bent een dochter van de Allerhoogste. En de Vader in de hemel wil niets anders dan dat je thuis komt en dat je uitvindt wie je bent. Maar vervolgens hebben we afgelopen week gezien dat ook Israël met al zijn openbaring, dat de profeten over de natie Israël zeggen, een volk dat in diepe duisternis is gezeten, met alle openbaringen die ze hadden van God, maar volk dat in diepe duisternis is gezeten, dus ook de Joden met alles wat ze wisten en wat ze hadden, het volk Israël, tasten. Maar een volk dat in diepe duisternis is gezeten, zal een groot licht zien. Israël was in opdracht van Mozes ingewikkeld als een mummie, als ik het zo mag zeggen, in rituelen, in religie, in regels en in verplichtingen die niemand kan houden, niemand kan volbrengen. Ook Israël niet en ook wij zijn niet in staat om die te volbrengen. En tegelijkertijd, door deze hele religieuze tempeldienst, liet God zien ten alle tijden aan iedereen, ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben goed, ik ben trouw en ik zal je nooit begeven en verlaten. En bij mij is er altijd een weg terug. Dus ook vanmorgen als je in het huis bent, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt, wat er ook mis is gegaan in je leven. Je hoeft je nooit af te vragen, is er een weg terug naar God voor mij? Ja, er is altijd, altijd een weg terug. En Jezus, als hij op aarde loopt, die openbaart zich ook. Hij zegt van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik hoop dat je straks in de context gaat zien, en dat is ook mijn bedoeling om vandaag bij de rondwandelingen van Jezus uit te komen, als me dat lukt. Maar als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en de leven, hij openbaart eigenlijk dat hij daar de Christus is. Dat hij de gezondene in de wereld is. Het ontdekken van wie Christus is. En weet je, in het Oude Testament, dat heb ik vorige week ook aangegeven, is Christus verborgen. Hij is verborgen. Het is, zoals ik vorige week al zei, het is als je naar een jeugdkamp gaat of naar een schoolkamp gaat en ze hangen een wit laken op, hè, en ze hangen een voorhang, ze hangen ze op. Er zit iemand achter en die maakt allerlei gebaren en dan zie je een dier, je ziet een hond, je ziet een vogel. En wij weten natuurlijk dat er een mens achter zit, dat het geen dier en geen vogel is. Maar de Bijbel zegt dat Israël, die de hele openbaring die ze van God hadden, was kijken naar schaduwen. Dus ze zagen wat op dat voorhangsel. En ze dachten dat ze begrepen wat het was, maar het was niet meer dan een schaduw wat ze zagen. Maar de werkelijkheid achter dat voorhangsel, de werkelijkheid achter de hele religieuze tempeldienst, was een persoon. En die persoon is Christus. En op het moment dat Christus gekruisigd is en gestorven is, scheurt dat voorhangsel. Met andere woorden, het is het einde van religie, het is het einde van regels, het is het einde van de rituelen. Nu is er een nieuwe werkelijkheid, die gaat openbaar komen. En dat is Christus die uit de doden opstaat. Tegelijkertijd, terwijl Israël zo ingewikkeld zit in regels en rituelen en ze eigenlijk alleen maar schaduwen zien, toont God zich als de Allerhoogste en de Almachtige in machtige tekenen en wonderen.
En lees door je Bijbel heen. God deed die wonderen niet alleen voor Israël om ze te verlossen. Maar hij deed het ook om aan Israël en aan de hele wereld te laten zien dat hij de enige, de Allerhoogste, de Almachtige en de eeuwige God is. En dat is nooit veranderd. Maar pas na de opstanding van Jezus uit de doden is het duidelijk geworden, echt duidelijk geworden voor het allereerst, dat Jezus de Christus is. Dat hij de gezonden is van de Vader. Dat hij degene is die altijd verborgen is geweest. Dus als we het over het evangelie hebben en we willen het evangelie verkondigen, dan moeten wij beseffen, en wij zijn hier allemaal geroepen om het evangelie te verkondigen aan onze buren en onze vrienden, ook gewoon door het leven wie we zijn, dan moeten we beseffen, het evangelie is een persoon. Het evangelie is Christus. En we gaan zo wel zien waarom dat zo is. Maar het evangelie is Christus. Christus is het licht van de wereld. Het licht van de wereld breekt iedere duisternis weg. We hebben duisternis net gedefinieerd als religie. Als rituelen. Als regels. Als verplichtingen. Maar Christus zegt, ik ben het licht van de wereld. Bij mij eindigen alle regels. Bij mij eindigen alle rituelen. In Jezus Christus zijn wij volkomen vrij om God te dienen. Zonder enige vorm van verplichting. Alles komt uit liefde en uit eer voor wie hij is. Dus als wij een openbaring hebben van wie Christus is, en daarom bid ik daarover dat we dat krijgen, dan word je vrij van religie. Dan word je vrij van verplichtingen. Dan doe je niks meer omdat het moet. Dan doe je niks meer omdat het hoort. Dan doe je niks meer omdat het traditie is. Maar dan wil je alleen 100% God kennen zoals hij werkelijk is. En door iedere vorm van religie, door iedere vorm van regels, verbergen we eigenlijk ten diepste wie God is. Al is het nog zo mooi. Al is het nog zo goed. En weet je, ook de afgelopen weken al, misschien zit ook vandaag wel mensen die hier voor het eerst zijn. En die zeggen, ja, maar bestaat er überhaupt nog wel een God? Weet je, de vraag of er een God is, de vraag waarom ben ik hier, de vraag wie ben ik, dat is de vraag die voortkomt uit het feit dat je een zoon en een dochter bent van de Allerhoogste God. Het is dezelfde vraag die mensen stellen die in het programma Spoorloos zitten, die in het programma zitten DNA Onbekend zitten. Er is iets over mijn leven wat ik niet begrijp, wat ik niet kan doorgronden. Dus de vraag van is er een God, en welke conclusie je ook trekt of er wel God of geen God is, überhaupt dat je de vraag wil beantwoorden, dat het überhaupt een discussie is of er wel of geen God is, geeft aan dat je diep van binnen iedere mens het antwoord wil vinden van wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar sta ik in deze wereld en hoe verhoud ik mij in alles wat in deze wereld is. Alles ademt uit dat de DNA van God in ieder mens zit. En als je nog niet weet, je bent een zoon en je bent een dochter van de Allerhoogste God, al geloof je niet in hem en al weet je niet of die bestaat. Maar zijn plan is dat je hem gaat vinden. Zoals iedere vader, die wil dat iedere zoon en iedere dochter thuiskomt. En er is geen grotere vreugde dan kinderen die thuiskomen. Maar wij hebben in de afgelopen weken al een aantal keer gehad, en ik doe het opnieuw. En opnieuw en opnieuw opnieuw, tot het je neus en je oren uitkomt. Omdat we het moeten weten. Dat het evangelie van Christus, als Paulus spreekt, hij zegt, Christus, in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem bestaan wij, en door hem zijn alle dingen geschapen, en hij is nooit ver van ons. De openbaring dat God zo dichtbij is en dat we in hem leven en bewegen, is pas gekomen nadat Christus uit de dood is opgestaan. Dus als we Christus kennen, is het einde van de vraag, Heer, waar bent u? Want wij leven en bewegen in hem. Dat is het einde van de vraag, Heer, waar bent u? We kennen het verhaal waarschijnlijk van die astronauten die zeggen, ja, we zijn het hele universum doorgevlogen en we hebben geen God gezien, hij bestaat niet. Omdat ze geen openbaring hebben van Christus.
Op het moment dat je ziet dat alles bestaat in en door Christus, zie je in iedere bloem, in iedere plant, in iedere bij, in iedere mug, in iedere vlieg, in ieder mens, in iedere schoonheid. Zelfs in alles wat mensen gemaakt hebben, door hun wijsheid en kracht die ze van Christus hebben gemaakt, zie je Jezus Christus in alle en door alle dingen. En schijnt hij overal doorheen. Daarom is het zo geweldig om Christus te kennen. Weet je, en als het tweede, als wij Christus accepteren als de Allerhoogste Heer, aanvaarden, aannemen, dan is het niet alleen dat wij in hem leven en bewegen, dat we hem overal in kunnen zien, maar dan is hij in ons. Dan zegt de Bijbel, dan zijn we één geest met hem geworden. Dan zijn we volledig met hem samengesmolten. Dan is het, zoals ik vorige week al een keer in de slip van de tong zei, denk in de tweede dienst, dan is het niet meer een drie-eenheid, maar dan ontdek je dat het een vijf-eenheid is. Dat is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en jij en die andere mensen die in God zijn, die samen één eenheid vormen. Weet je, en als je ontdekt dat niet meer jij leeft, maar dat er Christus in je leeft, dan stop je om je identiteit te ontlenen aan hoe jij je voelt. Want vandaag voel je up en morgen voel je down. Dan stop je om je identiteit te ontlenen aan wat je denkt. Want niet wat jij denkt is de waarheid. Maar wie Christus is, dat is de waarheid. Dan ontleen je identiteit niet meer aan je ervaringen. Aan je omstandigheden. Niet meer aan je rijkdom. Niet aan je armoede. Aan niets. Je zegt niet meer ik ben of ik ben. Nee, want niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben één met Christus. Weet je, als je Christus ontdekt hebt, dan kun je niet meer zeggen, ik ben een zondaar. Want Christus is geen zondaar. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Hoe kan ik zeggen over de ik die leeft in mij, dat hij een zondaar is, als Christus in mij leeft en Christus is geen zondaar? Hoe kan ik zeggen dat ik een gebroken mens ben, als Christus niet gebroken is en Christus in mij leeft en ik volledig één samengesmolten ben met Christus? Op het moment dat je ontdekt dat Christus in jou woont, dan begin je te ontdekken wie je bent en aan wie je identiteit ontleent. Als Christus in je woont, hij is de overwinnaar. Hij is de Heer. Dus hoe kun je zeggen, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik kan dit niet. Het is te veel voor mij. Is er iets te veel voor Christus? Iets? Nee. En waar is Christus? Hij is in jou. Hoe is hij in jou? Hij is volledig samengesmolten met jou. Niet jij leeft, maar Christus leeft in jou. Aan wie ontleen jij je identiteit? Weet je, dan moeten we ook stoppen om te zeggen dat de kerk een verzameling is van gebroken mensen. Is Christus gebroken? Is het lichaam van Christus gebroken? Absoluut niet. Wij zijn de heiligen. Wij zijn de rechtvaardigen. Wij zijn de zonen. Wij zijn de dochters van de Allerhoogste God. Weet je, het is tijd dat er Davids opstaan. Ook in dit huis. Dat je toen Goliath de kerk uitdaagde van die tijd, het volk Israël, de natie van Israël en de koning uitdaagde. Saul wist niet wie die was. Het volk van Israël wist niet wie die was. Daarom zaten ze in de bosjes en in de grotten en waren ze bang. En draaiden ze al 40 dagen rond in dezelfde cirkels. Totdat David komt. Totdat David komt. En David weet wie die is. David zegt, wie ben jij, onbesneden Filistijn? Hij weet wie die is en hij weet wie de vijand is. Wie ben jij, onbesneden Filistijn? Wie ben jij, zegt hij, dat je de slagorde van de levende God uitdaagt? Wie ben jij dat je de kerk uitdaagt? Het lichaam van Christus. Wie ben jij? De levende kerk. Zijn wij. En hij zegt tegen Goliath, het is God die beslist die wint. En hij staat aan mijn kant. Het is leuk, hè? God beslist wie wint en hij staat aan mijn kant. Wij moeten weten wie wij zijn. Het is tijd
dat er Davids opstaan. Het is tijd dat er helden opstaan. Het is tijd dat het koninkrijk van David, toen David opstond, was zijn koninkrijk, was onbreekbaar, onoverwinnelijk. En het breidde uit en het breidde uit en het breidde uit. Het is tijd dat de Davids en de Davidinnen of zoiets. Ik wil niet aan de dames voorbij gaan. Het is tijd dat de David en de, hoe zeg je dat, de Davidinnen? En de Davidinnen, dat ze opstaan. Maar zie, als we weten dat Christus in ons is, als we weten dat we volledig met hem samengesmolten zijn, dan weten we ook dat niets en niemand ons kan scheiden van zijn liefde. Want wij zijn één met God. Dat is het einde van de vraag. Heer, wat bent u als er turbulentie komt in ons leven? Want er komt turbulentie in je leven. Is het niet, ik ben onheilsprofeet, is het niet vandaag, dan is het morgen. Maar er komen dagen dat er turbulentie is in je leven. Die zullen er zijn. En dan ga je, als je niet weet dat God Christus in jou altijd met je is, onafscheidelijk met je, je nooit zal begeven, je nooit zal verlaten. Hoe kun je tot de vraag komen, Heer, wat bent u als alle dingen tegenzitten? Hij komt voort omdat we niet weten wie de Christus is. En dat we niet weten dat niet ik leef, maar Christus in mij leeft. Zie, en dan, al zijn de omstandigheden nog zo zwaar, dan weet je, omdat hij met je is, dat je alle dingen vermag, we alle dingen kan omgaan, door Christus die je kracht geeft. En al zal iedereen je verlaten, en dan blijf je alleen over. Het maakt niet uit. Want hij zal je niet verlaten. Amen. Hij zal je de kracht geven om zelf daarmee om te gaan. We moeten vertrouwen op de Christus die binnenin ons woont. Zie, en onze hoop is zeker. Ja, een prachtig lied van een doorbrekers. Mijn hoop is zeker. Weet je, wij hopen niet naar de hemel te gaan. Want of ik nu leef of dat ik nu sterf. Ik ben van Christus. Hoe geweldig zijn deze dingen. Hoe geweldig zijn deze dingen. Daarom zegt Paulus ook van, en hoe, als je weet dat de Christus, deze Christus, in je woont en met je is. Hoe kun je dan terugkeren naar allerlei rituelen en regels? Hoe? Je bent van Christus losgeraakt. Christus is het einde van religie. Het is het begin van de gemeenschap met God. De apostel Johannes schrijft in de brief van Johannes, weet je, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En wat ik wil, wij verkondigen dit. En we hebben gezien en gevoeld en getast. En wij verkondigen dit omdat jullie met mij gemeenschap zullen hebben. En mijn gemeenschap is met God de Vader en met zijn Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Weet je, het hele evangelie gaat erom dat we beseffen dat we één zijn met hem. Eén met de Vader, één met de Zoon, één met de Heilige Geest. Onafscheidelijk. Hij is niet daar ver weg, hoog in de hemel. Nee, we leven en bewegen hem. Beter nog, als we hem aangenomen als Heer. Hij is binnen in ons. We zijn één gesmolten met hem. We zijn niet meer te scheiden. We zijn niet te splitsen. We zijn één met hem verbonden. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik kan dit stukje 1000 keer herhalen. En ik word er alleen maar enthousiaster van. En ik hoop dat het bij jullie begint te vallen. Ik wil je vandaag ook laten zien, ik kwam daar vorige week niet aan toe, is het verschil komt pas als Christus uit de dood is opgestaan. Dus ook als Jezus op aarde wandelt, heel veel mensen baseren hun geloof op de Jezus die op aarde wandelde. Maar toen Jezus op aarde wandelde, bleef de Christus in hem grotendeels verborgen. Ja, jullie denken, het is toch dezelfde man, Jezus, Christus, toch zijn achternaam. Nee. Jezus was een mens zoals jij en ik. Maar de Christus woonde in hem. En die Christus die in hem woont, die woont ook in jou. Je hebt hetzelfde lichaam als Jezus. Je hebt dezelfde Christus als Jezus. En je bent gezonden in deze wereld om dezelfde werken te doen
als Jezus en grotere. En daarom is het zo belangrijk dat we beginnen te beseffen dat niet meer wij leven, maar dat Christus in ons leeft, zodat wij gaan wandelen in de kracht die God binnen in ons heeft gelegd. En dat die kracht niet in ons verborgen blijft, maar dat die kracht uit ons begint te stromen. Uit en ieder van ons. Goed. Dus we moeten weten. Ik heb alleen mijn inleiding gedaan. Ik heb nog 9 minuten over. Dat is niet eerlijk. Hoe gaan we dat nou weer oplossen vandaag? Goed. Hey, Jezus doorpraten. Ja. Hey, Jezus. Ja, als ik stop, dan komt het er zeker niet uit. We moeten dus weten, de Jezus is geboren onder de wet. Onder de regels, onder de rituelen. Om die te vervullen tot zijn dood aan het kruis. Zodat na de opstanding de Christus openbaar kan worden en er een enorm kantelpunt is. Johannes 1, vers 10 tot en met 11. Hij is de Christus. En wat je lustig lezen, je kan lustig dit lezen. Christus was in de wereld. Zie, hij was in de wereld, in Jezus. En de wereld is door hem, Christus, ontstaan. Moet je voorstellen, Christus schept de hele wereld. Hij is door hem ontstaan. Hij houdt de hele boel in stand en laat het hele zikje draaien. De Christus, de geest van Christus, God. Ja. En deze Christus komt in een mens Jezus hier op aarde. Verborgen. Ja? Dus deze Christus was in de wereld, in een wereld die door hem is ontstaan. En de wereld heeft hem, Christus, niet gekend. De schepper van de wereld, Christus, in wie alle dingen bestaan, hij kwam tot het zijne, dat zijn wij mensen. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij was verborgen. Gaat het hoofdstuk verder. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Hier ligt dat kantelpunt. Mozes gaf religie. Mozes gaf regels en rituelen. Mozes bracht geen genade. Mozes bracht veroordeling. Paulus zegt, Mozes bracht een bediening van de dood. Niemand kan de wet houden, iedereen verdient de dood. Mozes bracht religie. Maar Christus, de genade en de waarheid, Christus is de waarheid. En de waarheid is de werkelijkheid. Christus is de waarheid en de waarheid is de werkelijkheid. Achter het doek zat Christus. De werkelijkheid is geen veroordeling. De werkelijkheid is geen dood. De werkelijkheid is Christus, is genade en leven. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dus de waarheid is, er is geen veroordeling. Voor niemand. Er is geen veroordeling. Er is genade voor iedereen. Dus een bediening van het leven door Christus. De waarheid is de werkelijkheid. Christus is de waarheid en de werkelijkheid. De wet was niets anders dan een schaduw van de werkelijkheid van Christus. De wet is niets anders dan een beeld van de perfectie van Christus. De eeuwige God. Maar die wet is door Christus vervuld. Wij kijken naar Christus, wij kijken niet naar de wet. Zelfs onder het oude verbond zat de 10 geboden in het innerste heiligdom, verborgen in de ark. Verborgen in de ark. Verborgen in de ark. Onder de troon van de genade. Zelfs de hoge priester in die tijd, als hij al in het heilige der heiligen kwam, zag hij niet de 10 geboden. Hij zag de troon van de genade bovenop de ark. Dat is Christus. In hem verborgen de wet en de regels. Wij moeten stoppen met onze religie. Met focussen op wetten en op regels. Wij moeten maar 1 ding doen. Dat is de werkelijkheid verkondigen. En de werkelijkheid is Christus Jezus. In hem is genade, vrijheid en overwinning. Yeah. Maar christenen hebben de neiging om meer de mens Jezus te zien. Zoals hij beschreven is in Matthäus, Marcus en Lucas. Dan de opgestane Christus. Zoals hij geschreven is in de moeilijk te lezen brieven van Paulus.
Je kunt het horen als je met christenen praat. Ze hebben het veel over het kruis, waar de mens Jezus lijdt voor onze zonden. De meeste mensen als je over geloof praat, zeggen: ja, ik geloof dat mijn zonden zijn vergeven op het kruis en ik ga naar de hemel. Je hoort bijna niemand zeggen: ik geloof in de opgestaande Christus die in mij woont. En ik kijk uit naar de opstanding van de doden, naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Toch? We kijken naar de mens Jezus op het kruis. Daarom kun je ook mensen horen als ze praten. Ze beginnen te overdrijven. Niet overdrijven, maar ze gaan helemaal in op hoe groot het lijden van de mens aan het kruis was. Ja, het was groot. Maar dat is niet het punt. Dat is niet het punt. Het punt is dat Christus uit de dood is opgestaan. Weet je waarom Jezus gekruisigd is? Waarom Christus verborgen was terwijl hij hier op aarde rondwandelde? Om deze reden. Als ze hadden geweten dat Jezus de Christus was, was hij niet gekruisigd. Als ze geweten dat Jezus de Christus was, hadden ze hem niet gekruisigd. Dus wij moeten beseffen dat als we de evangelie lezen, Matthäus, Lucas en Johannes, dat we Jezus zien geboren onder de wet. Met Christus verborgen in hem. Die af en toe doorschijnt. Maar alles wat Jezus onderwijst, gaat in bedekte termen. Ik moet even op een rijtje zetten. Jezus is geboren uit gewone mensen als Jozef en Maria. Niet uit een koning, niet uit iemand van aanzien. Hij was verborgen in de maatschappij. Jezus is geboren in Bethlehem, in de stal, in de kribben, in doeken, niet in een paleis, zeker niet in de tempel. Zou je toch wel verwachten als de Christus zou komen, maar verborgen. Iedereen wist dat de Messias, zelfs de fariseeën wisten het, dat de Messias in Bethlehem geboren moest worden. Maar Jezus groeide in het stiekem op, in het verborgen, in Nazareth, want ze zeiden van, dan kan je goed uit Galilea komen. Christus was on purpose, op met opzet, verborgen tijdens de rondwandeling van Jezus op aarde. Jezus groeide op verborgen in het gezin van een timmerman. Niet in het gezin van een tempel. Jezus, zijn roepnaam was Jezus, niet Jezus Christus. Als hij toonde wat zijn macht en zijn majesteit was, en hij deed tekenen en wonderen om te tonen dat hij de Zoon van God was, zoals er ook tekenen en wonderen gebeurden tijdens het Oude Testament, en de demonen vlogen alle kanten op. Die demonen die schreeuwden als ze eruit gingen: u bent de Christus, de Zoon van God. En er staat in de Bijbel, en Jezus bestrafte de demonen, liet hen niet toe om te spreken. Waarom? Omdat zij wisten dat Jezus de Christus was. En de openbaring van Christus mocht pas ten volle komen nadat Jezus uit de dood was opgestaan. De discipelen die hadden momenten van openbaring, dat ja, u bent de Christus, de Zoon van God. Maar die momenten die ze hadden, die verloren ze net zo snel weer. En als ze dat hadden, zei Jezus erachteraan: oké, maar je mag dit niet vertellen totdat ik ben opgestaan uit de doden. Dat begrepen ze ook niet. Maar je mag het niet vertellen. En als Petrus een openbaring heeft, ja, u bent de Christus, de Zoon van God. Dan zegt Jezus op deze openbaring, en niet op Petrus, maar de openbaring dat Jezus de Christus is, op de Christus, de eeuwige Christus, die in Jezus woonde, daar bouwt hij zijn gemeente op. Dus onze focus ligt niet op de Jezus die rondwandelt op aarde, maar op de eeuwige Christus, in wie, door wie alle dingen gemaakt zijn, alle dingen stand houden, en die verborgen geboren is in de mens Jezus en op aarde wandelde en door tekenen en wonderen aantoonde dat hij de Zoon van God was. Maar hij is tot de zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij was on purpose verborgen. En dan praat Jezus in gelijkenissen. En al die gelijkenissen gaan over het Koninkrijk van God. En omdat jullie naar huis willen, kan ik het niet helemaal uitbreiden. Even lekker jullie schuld geven. Nee, maar ik moet stoppen.
Maar Jezus sprak in gelijkenissen. En heel veel mensen denken, ja, hij praat natuurlijk in gelijkenissen, verhaaltjes om het allemaal makkelijk te houden. Er staan drie verwijzingen in de Bijbel waarom Jezus over in gelijkenissen praat. En weet je wat hij dan zegt? Hij zegt dit. Hij zegt, ik praat in gelijkenissen, omdat de mensen die mij horen, ziende niet zullen zien en horende niet zullen begrijpen. En omdat ze de vergeving van de zonde niet zullen ontvangen. Woe. Jezus verborg met opzet dat hij de Christus is. Hij zegt, weet je waarom dat doet? Omdat de woorden van de profeet Jesaja worden vervuld. Dat ze zich niet zullen bekeren. Jezus hult zich met opzet in raadselen. Met opzet. En dan zegt hij, vele profeten zouden willen zien. Zegt hij tegen hem, zouden willen zien. Die al die profeten die geprofiteerd al die eeuwen, die zouden willen zien wat jullie hebben gezien. En van al die profeten die zien wat jullie zien, was Johannes de Doper de allergrootste. Waarom was Johannes de Doper de allergrootste? Omdat hij degene was, al was het nog steeds profetisch, die kon aanwijzen, dit is de Christus, dit is het Lam van God. Hij was de laatste en hij had het helderste beeld wie de Christus was van alle profeten. Maar, zegt Jezus, de kleinste, hier komt de shift, maar de kleinste in het koninkrijk van de hemelen is groter dan Johannes de Doper. En als mensen dan vragen, waar is het koninkrijk? Dan zegt Jezus, het is niet hier en het is niet daar. Het koninkrijk is binnen. Hij zegt niet, kom binnen in uw lieden. Het koninkrijk is binnen in uw lieden. Maar andere woorden, iedereen die het koninkrijk binnenkomt, begrijpt meer van de werkelijkheid en de realiteit wie Christus is, dan enige profeet die geleefd heeft en meer dan Johannes de Doper. Want de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan een van de andere profeten. En waar is dat koninkrijk? Het is er altijd al binnenin geweest. Maar niemand heeft geweten dat het koninkrijk binnenin zat. En als wij niet weten dat het koninkrijk binnenin zit, weet je wie er dan binnenin in het koninkrijk op de troon zit, in Gods koninkrijk? Jijzelf. Jijzelf zit op de troon. Jij zit op de troon in dat koninkrijk. Jij zit op de troon in dat koninkrijk. Maar Jezus zegt, dit koninkrijk is altijd al in mensen geweest. Waarom? De mensen zijn de zonen en de dochters van God. Ze zijn deel van het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk is altijd binnenin geweest. Het komt niet, het is. Het is altijd verborgen geweest. Maar nu weten we, het koninkrijk is binnen. Maar wie zit er op de troon in jouw koninkrijk? Dat is de vraag. En zolang wij daar niet heel bewust Jezus de koning maken van het koninkrijk binnenin, zitten wij op de troon. En besturen we ons eigen leven. Ik vind het lied dat we zingen, wat David heeft geschreven, dat, onze eigen David. Het is zo'n mooi lied. Alles draait om u, mijn Jezus, en u te kennen. Mijn roem en mijn reputatie en mijn geld en mijn rijkdom. Ik wil maar één ding. Ik wil hem vinden. Hij is binnenin ons. Tenminste, als we hem uitgenodigd hebben. Jezus zegt in Openbaringen, als hij opgestaan is en hij profeteert tegen Johannes. Hij zegt dit. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Deze morgen, wie je ook bent en waar ik vandaan komt. Jezus zegt, mijn koninkrijk is binnen in jou. Mag ik mijn plaats innemen? Mag ik de koning zijn? En misschien zeg je, ja, ik heb al een keer koning gemaakt.
hoe dikwijls heb je hem ook weer al ontroond? En heb je je leven in je eigen hand? Laten we onze ogen sluiten. En laten we beseffen, wij hoeven niet te bidden om de tegenwoordigheid van God. Want we zijn in Hem, wij leven en bewegen in Hem. En we danken voor zijn tegenwoordigheid. Maar ik wil een gebed bidden met elkaar. Dat we voor het eerst of opnieuw ons bewust zijn dat de Koninkrijk binnen in ons is. En dat we Jezus, niet Jezus, maar de Christus, op de troon zetten. En zeggen, oké, u wordt de koning. U bent de koning van de hele hemel, van de hele aarde. U houdt alle dingen in stand. Maar nu wil ik ook dat u op de troon zit, hier binnen in mij. Want ik weet dat uit mijn hart wordt mijn hele leven vormgegeven. En als u de koning bent van mijn hart, dan bent u het die mijn leven vormgeeft. Dan bent u het die als stromen van levend water uit mijn binnenste gaat stromen. Ik heb u nodig. Meer dan ooit. Ik verwelkom de Christus, de eeuwige God, binnen in mijn hart. Als de koning der koningen, als de Heer der heren. Regeer over mijn gedachten. Regeer over mijn gevoelens. Regeer over mijn relaties. Regeer over mijn huwelijk. Regeer over mijn bedrijf. Regeer over alles wat ik heb, over alles wat ik ben, regeer. U bent mijn allerhoogste Heer. Vanaf nu stel ik u de vraag, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Maar ik dank u, nu u binnen in mij bent, dat niet meer ik leef, maar dat vanaf nu Christus in mij leeft. Amen.